In een multidisciplinair kunstproject over Kitty Kotti heeft de Nederlandse kunstenaar en auteur Maartje Tjaket portretten gemaakt van mensen die op 1 juli 2020 Kitty Kotti vierden in Nederland. Uit dit project heeft Tjaket een boek gepubliceerd waarbij de geportretteerden hun gedachten en ervaring delen over deze dag. Afgelopen zaterdag presenteerde ze haar boek Alles Matori Kitty Kotti verbeeld in de Reditex Art Gallery. Daarbij haalde ze aan dat elk verhaal een eigen titel heeft. En elk van die inkten hebben een andere kleur, zoals je ziet. En ook elk doekje waar ik op die inkten op heb geschilderd, die uitspraken, elk doekje is anders. En waarom is dat? Wij zijn allemaal ook anders. Ook al, maakt niet uit. We zijn hetzelfde, maar we zijn ook allemaal anders. En al die doekjes bij elkaar, dat waren er 30 geworden, van verschillende katoenen en verschillende kleuren, die heb ik samengenaaid op een heel groot wandkleed, een mamio, heb ik het genoemd. De kunstenaar vindt het project fascinerend omdat de mensen in de portretten allemaal hun eigen verhaal hebben over de geschiedenis van slavernij en hoe dit nog steeds van invloed is op hun persoonlijk leven. In haar boek heeft Tjaket diverse materialen gebruikt om zo een link te leggen met de slavernij. In het boek leg ik ook uit waar de inkt en de doekjes van gemaakt zijn. Van koffie, van cacao, van tabak. En dat zijn allemaal producten die op de plantages verbouwd werden. Het was een heel leuk werk om van al die verschillende producten in mijn keukentje inkt te maken. En heel ontspannend ook. Aan bepaalde verhalen in het boek zijn er ook YouTube-filmpjes gekoppeld. Tjaket heeft 3 jaar gewerkt aan dit project.